Je moest niet altijd geloven, want één persoon zegt, je mag ook zelf nadenken. Ik ben Janice, ik ben 17. Ik kom uit Congo. Het was op een dag op school. We waren op de speelplaats aan het spelen. We waren ook met die jongens ook spelen. En ik zei tegen hun van, mag we ook meespelen? En die zei ja, jullie drie en wij drie. En ik zei van, nee, hoezo? Waarom mag je niet zo één van jullie bij ons en één van ons aan jullie en zo? En zei, nee. Want jullie zijn allemaal, ja, jullie hebben allemaal een donkerheid en we hebben allemaal een lichtheid. En ik was van, oh, wauw. Ik dacht misschien je gaan zeggen van, ja, jullie hebben een ander kleur van kledij, of en wij hebben ook een andere kleur van kledij, maar allee, dat was niet zo. Ik denk dat mensen moeten accepteren dat verschillend bestaat.